Yo mensen van Rate Games, vandaag weer een nieuwe video. En we gaan vandaag naar Londen. We gaan met dezelfde bus als gisteren. We worden om, wat was het, 9:30 opgehaald of zo? Zoiets. Dus het is nu 9:00 precies. We hebben al gegeten. Ja, het eten zien jullie nu. We hebben hier een croissantje, bacon, een of ander worstje en brood. En ons pa gaat eigenlijk nog even kaas zoeken of dat er is. En is lekker. Ja, dat is lekker eten natuurlijk. Ja, geweldig. Lekker bacon met spek. Ja, bacon is spek. Croissant met bacon. Dat is zo goud, hè. Dat moet je echt een keer proberen. En ik zou alleen maar gewoon kunnen zeggen, gewoon, ja, let's go naar de bus, hè. It's not zo is het de drukste vliegveld van Europa. Heathrow. Kun je dat kan zien? Je ziet er daar eentje weer aankomen. Daarachter zie je er gewoon al nog eentje vliegen. Die zijn gewoon in een rijtje allemaal aan het vliegen om ons de beurt te kunnen landen. En waarschijnlijk zit daar echt maar een half minuut tussen elke landing gewoon. Ik ben nog. Alleen wel jammer dat hij in de steiger staat, maar goed, het kan gebeuren. Ik ga helemaal niet bellen. Ik ga eruit. Hier is altijd waar de wisseling van de wacht gebeurt, dat is hier. Het is nou niet, maar goed. Dat is maar één keer per dag geloof ik. Maar dat is hier. Ja.
ga nu naar de M&M store. Hij is daar zo al. Ja, ik heb gehoord dat je daar echt heen moest. Dus we gaan er even heen natuurlijk. Hier is ook iets te doen. Even kijken, Timo staat er ook ergens. Ja hoor, daar hebben we hem, de Primark. Lachen! Jongens, Timo heeft wat gekocht. Ik ga het nog niet vertellen. Het is wel van de Primark. Dus dat is gewoon lekker goedkoop. En lekker veel. En ik heb een nieuwe kersttrui. En wat Timo heeft, jongen, dat ga jij niet geloven. En ik ga het nog niet vertellen. Dat komt er allemaal vanmiddag te zien in de kamer vanavond. Step on the land. We staan hier echt ziek veel dikke auto's. Hier komt er nog eentje aanrijden. Net stond er een Tesla. Daar staat nog een Tesla. Hier Corvette, Porsche, staan allemaal Bentley en weet ik wat het allemaal is. Fucking dik. I8, een showroom. Daar staat er nog eentje achter die witte, een showroom. Wat een gekhuis, joh. Er zit daar een eekhoorn in, gast. Ik ga proberen erop af te komen. Ik weet niet of ik hem zie. Doei! Oeh, hij was echt ziek dichtbij. Paleis van de Koningin. En hier bedoel ik, dit is de wisseling van de wacht bedoel ik. Die andere, dat was iets anders. Ik weet niet wat dat is. Misschien is dat daar ook wel. Maar kijk, daar lopen ze al. Misschien kan je het zien. Komt iemand aan of zo? Ik weet niet wie het is, misschien is het er niet wel.
Ja. Was het echt? Ja. We hebben echt ziek geluk gewoon. We staan hier oprecht nog geen 2 minuten gewoon. En de koningin, oh, die rijdt gewoon even langs, hè. Van Engeland. Is dit het, mama? Ja, hier, Timo heeft hem ook gefilmd. Ja, jullie krijgen het gewoon, ja, jullie hebben het al lang gezien. Hier, was dit is een Audi R8. Ja, een Audi R8, hopskee. Maar jullie hebben hem al gezien, dus ja. De wisseling van de wacht. Of mijn vader had die dus ook gefilmd. Want kijk, nou staan ze gewoon allemaal helemaal stil in de spotjes. Hoe snel? McLaren. Oh. En nu Tesla. Even kijken wat er achterop staat. When you want to get off the darkest ground. The gravity pulls you straight down. Nou jongens, die auto kostte zeg gewoon even 1,5 ton, hè. Dat is echt niet gezond. En die gaat binnen 3,1 seconden naar de 100. Dat je het even weet. We zijn echt in een fucking luxe, oud, weet ik veel, ware huis. En ja, dat is gewoon echt niet gezond. Kijk dit jongen, allemaal marmer vloer en shit en goud, bladgoud, weet ik veel. Drones. Zou die van GoPro er ook liggen? We gaan het zien. Ze hebben allemaal GoPro's ook hier. Hero Session. Hero 5 Session. Ze hebben ook de GoPro Hero 6. 500 euro. Maar die is wel ziek hoor. Allemaal andere shit voor de GoPro. Normaal hè. Een box kopen. Fucking ziek. Nou, we hebben nog niet heel dat gebouw gehad, want daar ben je gewoon even, als je alles wil bekijken, ben je gewoon echt sowieso 8 uur kwijt of zo. En ja, hier staat als goed is nog een auto in de showroom, dus gaan we ook even kijken. Kijk, daar zult hem hebben, de dikke Ferrari. Nou jongens, we hebben net de pizza op. We zijn gewoon ergens naar binnen gelopen en even eten. Ik heb de pizza expres niet gefilmd, want anders waren jullie gewoon allemaal spontaan jaloers. Dus we gaan nou richting de bus weer. Ja, we zitten weer in de bus. Nou jongens, we zijn weer in de hotelkamer. Ja, ja. Oh ja, ik zou nog laten zien wat Timo had gekocht. Ja, ja. Nou, we gaan het zien. Gaan we aftellen? Zeker weten. 3, 2, 1. Mi Mario! We springen. Nog een keer.